Volksgezondheid is één van de grote pijlers van ontwikkeling. Met dit gegeven in gedachten heeft de Stichting Staatsziekenfonds SZF op woensdag 15 januari 2020 haar tweede apotheek geopend in het district Nikeri en wel in de oostelijke polder. De eerste apotheek werd op 1 juni 2011 geopend in Nieuw-Nikeri. Bewoners van de oostelijke polders kunnen nu dicht bij hun huis medicamenten halen. Vandaag openen wij de tweede apotheek in het district Nikeri. In het bijzonder voor de gemeenschap van de oostelijke polder. Ik ben enorm trots om deze dag mee te maken, omdat ik zelf geboren en getogen ben van deze buurt. Ik wil de minister van Volksgezondheid, de heer Antoine Elias, en de algemeen directeur van de Stichting Staatsziekenfonds, de heer Rick Kromodiharjo, bedanken voor hun inzet voor het tot stand brengen van deze apotheek. Het is mijn voorrecht als hoofd van het SZF Kanto Nikeri te samen met mijn medewerkers van de Nikeriaanse gemeenschap te feliciteren met dit heugelijk feit. Nikerianen, gefeliciteerd. En blijft u vertrouwen hebben in onze diensten. Zonder uw ondersteuning zou dit vandaag niet mogelijk zijn. Als je kijkt naar de kosten die mensen moeten maken om op en neer te gaan, helemaal nieuw de keer, 10 kilometer verderop, ja, dan kan je eens voorstellen dat het van visie getuigt om zorg te brengen dichter bij de samenleving. Dat is wat wij hier doen. We hebben ervoor gezorgd, namelijk met de minister, om die zorg te brengen naar de mensen hier met hun eigen woonomgeving. Om makkelijker access te hebben, om makkelijker toegang te hebben tot die medicamenten wanneer je het nodig hebt. En dat nogmaals getuigt namelijk van visie die geïnitieerd wordt door de regering Bouterse. Vandaag staan we hier voor de zoveelste ontwikkeling die de regering Bouterse Adien brengt naar het volk. Wees u daarvoor dankbaar dat er ontwikkeling is. En als ik zo kijk naar de minister en de directeur van SZF, dan is Shifa de mij bloos. Omdat wanneer er ontwikkeling komt, dan kunnen zij ook zeggen, de man dat ik kan nak tapi borsu, taki udueya. Want als ik nu hier sta, sta ik als Wageninger, maar Nikeriaan. Wij mochten ook lachen in december. Wageningen mocht ook lachen in december. Dat wij daar onze eigen SZF-kantoor en BOG-kantoor hebben gehad. Dankzij de minister en de directeur van SZF. Ik wil de bewoners van Hampton Court nogmaals feliciteren. Het is niet de bedoeling dat u gebruik maakt, maar de service is hier voor u. Koestert u het gebouw, de directeur heeft het aangehaald, het is uw gebouw. Het is niet van de staat, u bent de staat, want u betaalt belastingen. MMC wil ik zeggen, laat het geen symbolische prikpunt zijn, maar laat het een prikpunt zijn dat heel goed functioneert, dat de diensten verleent aan de gemeenschap, zodat de gemeenschap ook daar tevreden is en dat de omgeving ook gebruik kan maken indien ze labverrichtingen hebben om dat ook te doen. Nogmaals, Nikeri gefeliciteerd. Staatsziekenfonds bedankt. Er volgt nog meer voor Suriname wat gezondheid betreft. Er volgt nog meer voor Nikeri wat projecten betreft. Ik wil zeggen, Nikeri, wees trots op wat u hebt. Het is niet Elias die het heeft gedaan. Het is een teamwork die altijd om me heen is en die eigenlijk het harde werk doet.